Inspiratie. Het moment waarop je het bijna voor je ziet. Bijna. Maar wat is het eigenlijk? Inspiratie. Voor mij is het een moment waarin de tijd heel even stilstaat. Mijn gedachten gaan razendsnel en een alles overheersend enthousiasme maakt zich meester van me. Het is het moment waarop een oplossing zich verbindt met een probleem. Mijn ervaring is dat inspiratie in golven komt. Vaak kleintjes, soms grote. Als je even geen inspiratie hebt, betekent dat volgens mij dat je te veel bezig bent met andere dingen. Concentreren lukt nog wel, maar je hoofd zit gewoon vol. In plaats van een helder zichtbaar silhouet wordt de schaduw verstrooid. Om weer orde op zaken te stellen, zit ik regelmatig uren uit het raam te turen. Of ik wandel wat door een bos. Of bij mooi weer maak ik een strandwandeling. Allemaal bezigheden die afstand tot het probleem creëren. Waardoor er weer ruimte vrijkomt in mijn bewustzijn. Zodat de onderbewuste gedachten zich kunnen presenteren. Sorry hoor, maar wat een onzin. Een beetje naar een boom lopen te turen. Als het echt zou werken, nou, dan zou ik het wel weten. Tuurlijk, ontspanning is belangrijk. Maar niet voor de inspanning. 3 tips. Tip 1. Luisteren. Door te luisteren naar wat anderen over je probleem te zeggen hebben, wat zij ervan vinden, wat hun ervaringen zijn, worden je gedachten vaak al een heel erg bepaalde kant op gestuurd. Ik luister bijvoorbeeld altijd naar mijn opdrachtgevers, vanzelfsprekend, maar ook naar mijn collega's en zelfs naar mijn concurrenten. Allemaal hebben ze wel iets te zeggen. En van alles valt ook weer iets te vinden. Vandaar tip 2, interpreteren. Vind iets van datgene dat je gehoord hebt. Vind je het goed? Ben je het ermee eens? Heb je er wat aan? Kan je er wat mee? Of slaat het nergens op en moet het raam uit? Kijk, altijd een mening ergens over moeten vormen kan best heel erg vermoeiend zijn. En eerlijk gezegd niet alleen voor jezelf. Toch als ontwerper ontkom je er niet aan. Want elke keer dat je iets nieuws verzint, zal je er toch weer wat van moeten vinden. Zo werkt dat nou eenmaal. Tip 3 is doen. Ik weet het. Het is een flauwe. Maar wat ik bedoel is dat je iets moet doen waarmee je je oplossing, je idee, inzichtelijk maakt voor jezelf en voor anderen. En voor mij ligt tekenen bijvoorbeeld erg voor de hand. Maar soms knutsel ik een modelletje in elkaar. Of ik schrijf gewoon op wat er in mijn hoofd zit. Wat de bedoeling is dat je zo snel mogelijk ontdekt of het idee in je hoofd haalbaar is. Of het werkt of niet. Van daaruit heb je dan vervolgens weer een goed startpunt om bij tip 1 opnieuw te beginnen. Wat voor mij heel erg prettig werkt hierin is dat ik steeds het makkelijkste probeer uit de weg te ruimen. Als dat namelijk is opgelost, is het op één na makkelijkste alweer een stuk eenvoudiger geworden. Op die manier lossen veel problemen zich vaak min of meer als vanzelf op, zonder dat het echt moeilijk wordt. Vandaag geen conclusie. Er is niet een allesomvattende methode om geïnspireerd te raken en te blijven. En wat werkt voor mij, werkt waarschijnlijk helemaal niet voor jou. Ik denk dat er aan de basis wel ligt dat je vooral heel goed moet weten, heel goed moet snappen wat je moet oplossen. Waarvoor je je inspiratie nodig hebt. Door daarover je gedachten te vormen, kan je makkelijker inschatten of je oplossingen hout snijden. En door je ideeën constant op de proef te stellen, ontstaan er ook weer nieuwe ideeën. En door dat proces maar gewoon vaak te herhalen en te repeteren en opnieuw te beginnen, nou dan is ineens de tijd op.